Welkom bij onze online muziekles, de eerste ooit. Misschien denk je nu, hey, dat is mijn muziekjuf, juf Anna. Maar wie is die vrouw naast haar eigenlijk? Ja, of misschien denk je juist, hey, dat is mijn muziekjuf, juf Irma. Maar wie is die andere juf? Nou, dat zit dus zo. Wij zijn juf Anna en juf Irma, allebei muziekjuf. En we kennen elkaar toevallig heel goed, want zij is mijn dochter. En ik ben haar moeder. En dus waarschijnlijk heb je muziekles van één van ons. Vandaag gaan jullie een ontzettend leuk lied aanleren van Jeroen Schipper. En het heet Kip en Ei. En de kinderen die muziekles krijgen van mij, die kennen het waarschijnlijk al. We gaan het eerst een keertje voordoen. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En een kuiken wordt een kip of een haan. En dan begint het weer van vooraf aan. Nog een keer. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En een kuiken wordt een kip of een haan. En dan begint het weer van vooraf aan. Nou, Anna gaat nu steeds een regel voorzingen. En dan daarna krijgen jullie de tijd om het na te zingen. Doe je best, hè? Let op, als mijn handen bij mij zijn, dan zing ik. En als mijn handen naar jullie zijn, dan zijn jullie aan de beurt om het na te zingen. Uit een kip komt een ei. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En dan begint het weer van vooraf aan. Ja, goed gedaan. Natuurlijk kun je het filmpje zo vaak terugspoelen als je wil. Net zolang tot je het goed weet. Ja. En nu zingt Anna regel 1. Ja. Jullie regel 2. Anna regel 3. En jullie regel 4. Kijk of het lukt. Uit een kip komt een ei. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En een kuiken wordt een kip of een haan. Zullen we het nog een beetje moeilijker maken? Goed idee. Als jij nou, als jij nou alleen de eerste regel doet. Oké. En de kinderen doen de rest. Goed. Ja, en ouders die thuis zijn mogen natuurlijk ook meedoen. Natuurlijk. Hè? Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Uit een kip komt een ei. Als we ook even laten horen hoe het klinkt als we het in kanon doen. Ja, vind ik een goed idee. Maar kunnen we dan niet een luistervraag eerst stellen? Goed idee. Ja, de luistervraag is wanneer wordt de kanon ingezet? Goed luisteren dus. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. Uit een kip wordt een kip of een haan en uit een ei. Wanneer wordt de kanon ingezet? Nou, de kanon wordt ingezet na het zingen van de tweede zin.Us je begint uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En dan wordt de kanon ingezet. Nou, tot slot doen we hem 3 rondjes achter elkaar, want dan kun je lekker meezingen. Oh ja, in kanon? In kanon. Oh, wauw. Uit een kip komt een ei.
uit een ei, uit een ei van voor de varken. Uit een kip komt een ei. Of een haan en dan een ei, uit een ei van voor de varken. Uit een kip komt een ei. Of een haan en dan een ei, uit een ei van voor de varken. En een kuiken wordt een kip of een haan en dan begint het weer van voor af aan. Nou, en dan is er nog een extra opdracht. Als dit nou goed lukt, kun je er namelijk een klapspel bij doen. En dat gaat als volgt. Op de woorden kip, klap je. Op het woord ei doe je een vingerknip. En als je dat niet kunt, dan doe je gewoon een playback vingerknip. Ja, doe je alsof. Bij kuiken sla je twee keer op je bovenbenen. En bij het woord haan sla je even aan je eigen hanenwelletje. Haan. Nou, dat moet lukken toch? Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En een kuiken uit een kip komt een kip. Op een haan en dan begint het weer van voor de baan. Uit een kip komt een ei. Uit een ei, uit een ei. Eerste online muziekles. We hopen dat jullie heel veel plezier hebben gehad. En tot de volgende. Doeg!